Nico Slee, je speelt 2-2 tegen Katwijk. Ja, de vraag, ben je tevreden met dit ene punt? Nou, het is eigenlijk een beetje tweeledig. Ik vond de eerste helft was voor Katwijk. De tweede helft was voor ons. Dus als je dat tegen elkaar afzet. En dat komt dan nog samen in de allerlaatste minuut. Dat zij krijgen de kans op 3-2. En wij krijgen twee kansen. Ook nog om de 3-2 te maken. Dus ja, of tenminste twee schietkansen achter elkaar. Dus ja, we, zeg maar wat wijsheid is. En ik denk dat het een enerverend potje was waar alles op en aan zat van vandaag. Dus ik denk dat de neutrale supporter, of tenminste een neutrale kijker, als ben je geen supporter, wel genoten heeft. De eerste 5 minuten waren overrompelend, als ik dat zo kan zeggen. Rijnsburg wilde echt de 1-0 heel snel maken. Daarna liet je het spel aan Katwijk, ondanks dat jij zal zeggen, wij moesten het spel maken. Nou, wij lieten het spel niet aan Katwijk. Zij trokken zich massaal terug achter de middenlijn en lieten de opbouw aan ons. Speelden echt geen pressie. Wachten totdat wij de bal zouden verliezen. En dan vanuit de omschakeling, vaak met een lange bal, achter onze verdedigers, probeerden ze dan gevaarlijk te worden. En die ballen vielen een paar keer goed voor hun. Kwam ook omdat wij geen druk op de bal hadden. Ik vond ons bij balverlies en in de omschakeling vond ik ons vrij apathisch soms. En dat deden we in ieder geval in de tweede helft veel beter. Ja, en eigenlijk pas na een uur wedstrijd dat je een uitgespeelde kans creëert. Want dat duurde wel erg lang in deze wedstrijd. Nou ja, ik heb de eerste helft, dat Danny de voorzet gaf, waar Pepijn niet bij kon. Dat was toch een redelijk grote kans, moet ik zeggen. Ik vond het een grote mogelijkheid. 10 minuten voor rust viel Kevin uit. Had een duel, hij had last van hoofdpijn. Hoe belangrijk was dit in deze wedstrijd? Bepalend, laat ik zo zeggen. Ja, Kevin is voor ons natuurlijk heel belangrijk. Op het moment dat wij Kevin verliezen, leveren wij natuurlijk heel wat in. En niet alleen qua voetbal, maar ook qua gochmen, qua versnellen of juist vertragen van het spel. Dat is natuurlijk een grote aderlating. Hoe dacht jij het dan aan te gaan pakken op dat moment? Nou, op dat moment kwam Resham erin. En Resham heeft het gewoon hartstikke goed opgepakt en heeft goed gespeeld. En hij heeft vol druk gegeven. En dus de Resham is goed ingevallen. Het laatste kwartier was natuurlijk het hoogtepunt van deze wedstrijd. Daarin gebeurde alles. Scheid zegt ook met beslissingen waar discutabel anders over gedacht wordt. Kees Bruining denkt dat hij bestolen is vandaag. Hoe zit jij erin? Ja, hoe sta ik erin? Ik, als alle emotie weg is en dat ebt nu aardig weg. En je kijkt gewoon puur naar de feiten. En dan denk ik dat Kees nog heel blij mag zijn dat hij in de tweede helft met 11 man op het veld mocht komen. Want er zat een schandalige overtreding van een van zijn spelers tussen op onze keeper. En ik moet er straks op terugzien. Maar volgens mij ook van de mensen die achter het doel stonden. Ik ben net even in de kantine geweest. Hoorde ik dat die wel heel makkelijk gegeven werd. Als laatste, dit was wel met name het laatste gedeelte van de tweede helft pure propaganda voor het topklasse voetbal. Ja, dat denk ik ook wel. En ik denk dat wij toch wel veerkracht getoond hebben vandaag. 2 keer achter. We komen 2 keer terug in de wedstrijd. En ik vind dat de jongens het goed gedaan hebben. En mentaal, om het zo maar te zeggen, vandaag veerkracht getoond hebben. Want als je natuurlijk in de 82e minuut, was het volgens mij, of 81e minuut, de 2-1 om je oren krijgt. En je weet je nog zo op te richten. En dat vind ik grote klasse.